In het jaar dat de Vrijthofconcerten vanwege corona zijn afgelast, trekt L1 met André Rieu een week lang door Maastricht. Maastricht, my hometown, zeg je in Melbourne en in São Paulo. Overal op de hele wereld. Maar soms denk ik ook, ja, meen je dat nou, dat Maastricht dan het allermooiste is, of is het een beetje chauvinistisch? Ja, nee, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. En alles wat ik zeg op de bühne, dat meen ik. Ja, je lacht, maar het is echt waar. Want als je dat niet zou menen, dan kun je het geen 40 jaar achter elkaar iedere avond zeggen. Want dan zeg je, dat voelen de mensen. Nee, ik meen dat echt. Ik vind Maastricht, ik ben hier geboren. Ik woon hier en ik ga hier ooit een keer, hopelijk... Naar de hemel. Naar de hemel. Maar ja, ik ben er ontzettend trots op en het is ook een hele unieke stad. Jacques van den Bogaert, die ken je, die heeft bij mij in de klas gezeten en die zei ooit... Dit, met het hierengebied en zoals het hier begonnen is, dat had alleen maar in Maastricht ontstaan kunnen zijn. En zou je denken, kom, dat kan toch ook in Heerenveen. Maar dat, ja, het klinkt heel chauvinistisch, maar ik geloof dat echt. Ja. Er is in Maastricht iets, het treuvende mens, zoals dat hier is. Dat proberen ze overal na te doen. Dat lukt niet. Dat gaat hier alleen. Dat komt door de unieke situatie op dat plein hier. De mentaliteit van de Maastrichtenaren, daar is iets. Ja, dus ik ben daar echt trots op. Om antwoord op je vraag te geven. Ik meen dat echt. Ik meen dat echt. Waar ik ook ben, my hometown. En dan zie je de mensen, hey, die herkennen dat. En dan, ik wil ook. En wat vind je zo mooi aan dit plein, aan het Vrijthof? Ja, hey, wat een vraag. Hey. Ja. Moet je zien, hey, waar heb je dit? En al die terrassen eromheen, dat is nergens. Ik reis best wel veel over de wereld. Dat is nergens. En wat er ook nergens is, dat plein is leeg. Hier staat geen koning op zijn paard of een keizer of een weet ik veel. Ik ga maar kijken. Ja. Alle pleinen in de wereld. Standbeelden. Dan kom ik daar en zeg, mooi plein. Kan dat ding weg? Ja. Het is echt uniek hier. Ja. Het is echt uniek en ik ben ontzettend trots erop dat ik een Maastrichtenaar ben. En als kind ben je natuurlijk hier ook al op het Vrijthof gekomen. Ja. Om te spelen of een beetje... Nee, ik was lid van het koor. Bij de Oude Fransen. Ja. In de Savaas. Vanaf 6 tot 11. Toen brak mijn stem. En ik mocht altijd in de processie lopen. Prachtig. Ja. Hier gingen we naar rond de kerk. Dus ja, het Vrijthof is voor mij thuis. Toen in die kerk met dat koor, dat was voor jou toch ook, heb je me wel eens verteld, bijna een soort theater eigenlijk. Hè? Dat, absoluut, dat, ja. Dat Homs, met de kledij. En, ja, helemaal. Ik was daar helemaal gek op. Daar zaten we, wij stonden achter in de zaal en dan zongen we. En dan met Pasen, dat scheen de zon door die gebrandschilderde ramen. 10 priesters hier, 10 daar, wie er ook. Ja, dat is toch puur theater. Ja, daar komt het hele theater vandaan. En dat is ook helemaal niet erg. Dat is fantastisch. En heeft je dat ergens nog geïnspireerd voor je? Zeker, dat zit in mijn bloed. Dat zit in mijn bloed. Dat is... Dat zie je als ik hier op het Vrijthof die dansers laat komen. Ja, dat moet wel allemaal mooi samen. Hè? Want dat komt van toen. Reageren mensen die naar jouw concert komen hier,
En die komen uit Australië en Zuid-Amerika enzovoorts. Op zo'n plein, als het vrij is. Oh, die kijken uit de ogen uit. Dat is echt. Er zijn mensen die zeggen, ik heb daar 10 jaar voor gespaard en dan eindelijk ben ik op dat plein. Want ze zien dat op al die dvd's natuurlijk, ja, die we uitgeven. Dus die mensen die worden helemaal, die zijn helemaal in delirium. Die vinden het prachtig. Dat eindelijk mogen ze hier. Weet je nog dat Hopkins hier was? Ja, 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 ja. En die zei ook, finally the big thing. En dat, ja, dat is, het is ook, het is voor heel veel mensen een droom. Ja. Die uitkomt dat ze naar Maastricht gelukkig worden, dan maken ze er een weekje van. Ja, ja. En dan het concert, of een paar concerten meestal. En dat, ja, dat kun je voorstellen, als je dat soort mensen als publiek hebt, ja, dat beter kun je niet hebben. Dat is gewoon fantastisch. En dat zie je ook gebeuren. Als we opkomen, dan zijn ze. En nu is er ook een beetje een discussie gaande van, ja, behalve even in de coronatijd, maar daarbuiten van, wordt het niet te druk in Maastricht? Wordt het niet een tweede Venetië? Ja. En hebben de bewoners zelf nog wel genoeg plaats? En te veel toerisme is ook niet goed. Wat vind je daarvan? Ja, weet je, die discussie is niet alleen in Maastricht, die is overal. En ik denk, als je een beetje om je heen kijkt, dan heeft Maastricht het nog heel rustig, hoor. Venetië, daar wonen, ik geloof, 55.000 mensen. En weet je hoeveel toeristen er komen? Ja, dat is zo'n miljoen. Miljoenen. Dus dat is niet te vergelijken. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen wonen hier al. 120.000, zo wat? 120. Ja. Ik weet niet precies hoeveel toeristen er komen, maar het, ook wel veel, maar niet in die aantallen. Nee. En ja, laten we eerlijk zijn, onze concertreeks brengt ook wat in het laadje voor de stad. Dus het is, is toch ook wel leuk. Ja, ja. En het tape af. Ja. Zijn de hotels vol en de winkels vol. Als ik door de stad loop door het jaar, dan vertellen de mensen mij van, dank u wel dat u die concerten geeft. Ja, ja. Voor de economie, voor ondernemers is het natuurlijk. Ja. Maar naar jouw idee is het een goede balans. Hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat Maastricht een hele gezellige, rustige stad is, waar mensen naartoe komen. Of voor een dagje of voor een weekje. Ja. Ja, het is toch een heerlijk leven. En er komen ook veel mensen van over de grens. Hè? Zeker vanuit België, Duitsland. Dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè? Vroeger altijd. Spraken ze zelfs Frans. Ja, de oude Maastrichtenaren die spraken Frans. Ja. Maastricht is altijd een open stad geweest. En komt ook door de geschiedenis, wat hier allemaal gebeurd is natuurlijk. Hè? Ja, de Spanjaarden. Ja. Huh? Fransen. Ja, ja, dacht aan jou. Ja, bij mij op kasteel. Ja. En nu merk je zelf ook wel, als je door de stad loopt, de invloed van zeg maar de studenten, als internationale studentenstad. Ja, merk ik. Bij mij voor de deur staan ze met de auto, want daar mag je vrij parkeren. Ja, ja. Ja. Nee, maar je merkt het. Het is, ik vind dat heerlijk, die jonge mensen in de stad. En al die talen, het is echt... Ja. Jawel, dan leeft de stad. Dan zien luiden ze heel bestrug. Maar dat is helemaal niet meer zo. Dat is helemaal voorbij. Maastricht is een jonge stad. Ik denk dat studenten heel graag hier naartoe komen. Dus ja, zou je niet zeggen. Zo'n stad. Hey, maar het is ook leuk. We merken dat ook bij de concerten. Dat er hele jonge mensen komen die het fantastisch vinden.